Ik ben geboren en opgegroeid als moslim. Ik heb 30 jaar de islam gepraktiseerd, ben in Syrië geboren en vanaf mijn eerste schoolklas tot en met mijn afstuderen heb ik elke dag 2 uur Koranles gevolgd. Ik heb medicijnen gestudeerd aan de Universiteit van Aleppo in Syrië. Ik ben in 1981 afgestudeerd als arts en daarna heb ik 4 jaar lang een specialisatie tot psychiater gevolgd in een ziekenhuis. Ik heb als psychiater in Syrië gewerkt tot in 1989, het jaar van mijn emigratie naar de Verenigde Staten. Vanaf mijn komst naar de Verenigde Staten heb ik mij op wetenschappelijk niveau bezig gehouden met de islam. Ik kan dat namelijk in de Verenigde Staten vrij en onafhankelijk doen. Toen ik in Syrië werkte, zelfs als arts, werd ik zo geïndoctrineerd dat ik niet zelf kon denken wat er mis was met onze religie. Ik had veel vragen, maar ik was te bang ze te stellen, ze te onderzoeken. In de Verenigde Staten kan ik dat wel. Mijn wetenschappelijk werk bestaat uit het maken van vergelijkingen tussen de medische wetenschap, de psychiatrie en de islam. Ik zoek een verklaring ervoor dat de islamitische wereld achterblijft. Overtuiging leidt tot bepaald gedrag. Alle handelingen zijn het product van wat wij leren. Dat is in het algemeen zo, maar dat geldt ook specifiek voor de islam. Als u mij vraagt of ik in het zogenaamde nature-nurture debat dan meer aan de nurture kant sta, dan zeg ik: mijn uitgangspunt is 50% nature en 50% nurture, maar door de tijd heen wordt nurture ook gecodeerd in DNA. En islam bestaat al meer dan 1400 jaar. U vraagt me naar publicaties. Ik ben een bekend schrijver in de Arabische wereld. Ik heb 3 boeken gepubliceerd en voor een overzicht verwijs ik naar mijn website. U vraagt mij of ik Geert Wilders ken. Ik ken hem en ik heb hem 2 keer ontmoet op een evenement in de Verenigde Staten waar hij toespraken hield. 1 evenement was georganiseerd door een organisatie die volgens mij Stand With Us heet. De andere was in Los Angeles. Beide evenementen waren in 2009, ongeveer 1 jaar geleden. Langer geleden had ik de film FITMA gezien. Ik was dus bekend met de boodschap van Wilders. Bij die evenementen heb ik Wilders begroet en zijn hand geschud. Ik heb gezegd dat ik trots ben op hem. Waarom? Omdat hij moedig genoeg is om de waarheid te zeggen. U vraagt mij wat die waarheid inhoudt. Dat het probleem waar de hele wereld voor staat, diep is geworteld in de islamitische leer, de Koran en de biografie van Mohammed. U vraagt mij wat het probleem is. Dat moslims worden opgeroepen tot het doden van niet-moslims. De Koran zegt dat Mohammed het rolmodel voor elke moslimman dient te zijn. U vraagt mij naar de International Free Press Society in Denemarken. Ja, dat vergat ik even. Ik ben in Denemarken uitgenodigd, volgens mij ook in 2009. Ik heb daar een toespraak gegeven, net als Wilders. Ik heb hem toen ook begroet. Hij vertrok meteen na zijn toespraak. Ik heb hem dus toen niet uitgebreid gesproken. U zegt mij dat u van de raadsman van de benadeelde partij een brief heeft gekregen van 27 mei 2010, waaraan een foto is gehecht waarop Wilders en ik staan afgebeeld. Dat kan wel kloppen. U vraagt me bij welke gelegenheid de foto is gemaakt. Misschien hield ik op dat moment een speech en moest Wilders even wachten tot hij aan de beurt was. Ik heb in ieder geval niet samen met hem in een discussiepanel gezeten. Ik kan niet ontkennen dat ik een van de steunbetuigers van Wilders ben. U houdt mij voor dat in deze brief ik een aantal keren word geciteerd en vraagt mij deze citaten te lezen en te zeggen of deze citaten kloppen. Alle citaten kloppen met veel zekerheid. Het enige is dat ik niet heb bedoeld dat het Westen een atoombom op de Arabische wereld moet gooien. Citaat onder 7. Ik heb wel gezegd dat het Westen veel druk moest uitoefenen. Ik bedoel daarmee economische en politieke druk. Mijn hele stam, mijn hele familie is moslim. Ik wil niet aan het Westen vragen een atoombom op mijn stam te gooien. Voor het overige sta ik volledig achter de in deze brief genoemde citaten. Professor Jansen of Simon Admiraal ken ik niet. Ik heb met Wilders geen contact gehad over de vandaag door mij af te leggen verklaring. De advocaat van Wilders heeft mij gebeld met de vraag of ik bereid was een verklaring af te leggen. En ik heb ja gezegd. De officier van justitie heeft nooit contact met mij opgenomen. Niemand heeft mij ooit verteld wat ik moet zeggen. Mijn boodschap is altijd dezelfde. Over de dagvaarding zegt zij: u vraagt mij of ik in het algemeen in dagvaarding citaten die door Wilders zouden zijn gedaan ben tegengekomen die incorrect zijn. Nee, er is niets incorrect aan de uitlatingen die Wilders zou hebben gedaan. Al dus, mevrouw Sultan. Dan wordt zij gehoord over een aantal citaten. Ik zal steeds eerst even het citaat noemen en dan de verklaring die zij daarover aflegt. Eerste citaat: de islam wil overheersen, onderwerpen en is uit op de vernietiging van onze westerse beschaving. Mevrouw Sultan zegt: dit klopt.
In de Koran staat dat de islamitische wereld wil overheersen. Mohammeds wetten zijn het bewijs dat de islam de wereld wil overheersen. Toen Mohammed stierf, was er geen vijand meer over. Hij heeft iedereen die tegen hem was gedood. Dat staat in de biografie van Mohammed. Die is geschreven in de eerste twee eeuwen na zijn dood. Hij is in 670 of in ieder geval in de 7e eeuw gestorven. Volgende citaat: stopt de islamisering. De islamitische waarden komen niet overeen met de westerse. De islam hecht geen waarde aan menselijk leven. Moslims zijn op aarde om te doden of gedood te worden in naam van Allah. Ten behoeve van Allah, ter verspreiding van de islam, je krijgt dan een vrijkaartje voor de hemel. Aldus mevrouw Sultan. U vraagt mij hoe men in het Westen wil effectueren dat de islam zal overheersen. Ze vragen niet moslims zich te bekeren tot de islam, in het begin op een vreedzame manier, maar als ze weigeren, dan doden ze hen. Volgende citaat. Een gematigde islam bestaat niet. Mevrouw Sultan. Inderdaad, in Syrië heb ik nooit gehoord van een gematigde islam of van een strenge islam. Er is maar één islam en dat is de islam waar ik het nu over heb. Onlangs heeft de minister-president van Turkije dit ook nog gezegd. Hij zei dat het woord gematigde islam een lelijk woord is. Volgende citaat. En islam is de Koran en niets dan de Koran. Mevrouw Sultan. Dat klopt, dat zijn de woorden van Allah. Volgende citaat. En de Koran is het Mein Kampf van een religie die beoogt anderen te elimineren. Mevrouw Sultan. Hiermee ben ik het tot op zekere hoogte eens. De Koran is erger dan Mein Kampf, want Mein Kampf is een politiek boek. De Koran is een mengeling van politiek en religie. Naar mijn mening is het gemakkelijker een politieke ideologie te overwinnen dan een politieke ideologie die verpakt is in een religieuze ideologie. Volgende citaat. De fascistische islam en dat fascistische boek. Mevrouw Sultan zegt dat klopt. Ik zal een voorbeeld geven van een Koranvers. Citaat. Ik zal terreur brengen in de harten van de ongelovigen. Ik hak hun hoofden en vingertoppen eraf. Dat is toch fascistisch, aldus mevrouw Sultan. Ik weet de vindplaats van dit Koranvers niet uit mijn hoofd. U zegt mij dat er een stroming in Nederland is die dit vers al dus uitlegt dat het alleen gelding zou hebben ten tijde van oorlog. Nee, voor moslims is de Koran voor elke tijd en voor elke plaats. Volgens de moslims is het absolute woord van Allah en elke moslim moet zich ernaar gedragen. Aldus mevrouw Sultan. De officier van justitie zegt mij dat niet alle moslims zich hiernaar gedragen en vraagt mij waarom dat niet zo is. Dat komt omdat ze de Koran niet goed genoeg kennen. De Koran is in het Arabisch geschreven en 80% van de moslims zijn niet Arabisch. De Koran is nooit op een goede en eerlijke wijze vertaald. Dat komt omdat het in de islam verboden is om de Koran te vertalen. Vaak zijn de vertalingen wat zachter, dat noemt zij dan sugar-coated, dan het Arabische origineel. Terrorisme is meer gerelateerd aan Arabische moslims dan andere moslims, omdat de Arabische moslims er goed van op de hoogte zijn van wat er in de Koran staat. Als zij de Koran strikt toepassen, kan dat tot terrorisme tegen het Westen leiden. Afghanistan was nooit terroristisch totdat de Arabische mujahideen kwamen en ook Indonesië was 30 jaar geleden een ander land. De Saoedi's hebben Indonesië gearabiseerd met hun oliegeld. Nu zijn ze meer Wahhabi, streng islamitisch, dan de Saoedi's zelf. Het volgende citaat, dat is het citaat van professor Israeli. Ik ben het er helemaal mee eens. Mohammed zegt, Allah zal je helpen bij het vermeerderen van je volk en het in grotere getalen aanwezig zijn, outnumberen, dan de niet-moslims. Penetratie, propaganda, bekering en demografische veranderingen. Daarvan ben ik op de hoogte. Sorry, ik lees het even voor, want het is een stukje van het citaat. Penetratie, propaganda, bekering en demografische veranderingen. En dan zegt mevrouw Sultan, hiervan ben ik getuige geweest, zowel in Syrië als in de Verenigde Staten. En omdat zij op dat moment iets gaat vertellen over haar eigen ervaringen, heeft de rechtercommissaris haar ook als getuige beëdigd. In 1990 was ik nieuw in de Verenigde Staten. Mij werd $1500 per maand aangeboden om mij te bedekken en op een islamitische school Arabisch en islamstudie te gaan geven. Ik heb dat niet gedaan. Wie mij dat vroeg? Een Libanese vrouw die zichzelf ook had bedekt. Zij vertelde mij dat zij moslimvrouwen werft en dat zij zich in de Verenigde Staten is gaan bedekken. U vraagt mij namens wie zij dat vroeg. Ik denk een Saoedische groep, maar ik weet dat niet zeker. Overigens nam deze Libanese vrouw na 11 september 2001 haar bedekking weer af. Het was dus niet alleen een aanbod voor een docentenbaan. In mijn moslimomgeving in de Verenigde Staten werden vrouwen vooruitgeschoven om te werven.
Dat heb ik gehoord van moslims die al langer in de Verenigde Staten waren dan ik. De volgende stap zou zijn het bekeren van niet-moslims. Ik heb ook gehoord dat elke man die de naam Mohammed aan zijn eigen naam toevoegt, $1000 krijgt. U vraagt van wie? Van Saoedische mensen, neem ik aan. Dat is mij nooit precies verteld. Ik hoorde dit in mijn moslimgemeenschap. Een voorbeeld hiervan is bijvoorbeeld de zogenaamde Washington Sniper, die een aantal jaren geleden mensen neerschoot. Hij had een Amerikaanse naam en de naam Mohammed erbij. Ik veronderstel dat hij $1000 heeft gekregen. Volgende citaat. Nederland als islamitisch missieland. Elk land ter wereld wordt door moslims beschouwd als een islamitisch missieland. Ik noem als voorbeeld de Verenigde Staten. Ze proberen de Amerikaanse gemeenschap te infiltreren. Zo heeft een geschiedenisleraar in mijn buurt een project gehouden. Iedereen die het voor elkaar kreeg om tijdens de Ramadan 1 dag te vasten, kreeg 10 extra punten. Dat was op een openbare school. Op een vraag van de rechtercommissaris of deze leraar moslim was, zeg ik dat ik dat niet weet. Volgende citaat. De islam is een gewelddadige religie. Mevrouw Sultan, dat klopt. Als je in de Koran leest, hak hun hoofden en vingertoppen eraf, kun je niet spreken van een vreedzame religie. Als kind in Syrië werd mij vol trots verteld dat Mohammed 800 Joden in 1 nacht zou hebben gedood. Hij zou de nacht hebben doorgebracht met een Jodin, wier vader en broers door hemzelf waren gedood. Als mij toen als 8-jarig meisje zou worden gevraagd, wat wil je liever, snoep of een Jood doden, zou ik hebben geantwoord, een Jood doden. Aldus mevrouw Sultan.